Pokémon Go is uit! Goedemiddag allemaal, Pokémon Go is uit en wij zijn bezig met Pokémon. We staan in middle of nowhere, ik ben echt met mijn auto gewoon naartoe gereden. Gezellig hier bij Erwier. Daar zijn we gezellig en we zijn dus bezig met Pokémon. Het schermpje zien jullie hier ergens in beeld, weet ik veel waar. Maar er is een Eevee in de buurt. Ik zie nog geen Eevee. Op mijn scherm heb ik kijken of een Eevee vinden. Ik heb nog niet. En ik zie gras aan bewegen daar precies bij die hoek. Oké, we gaan gewoon lopen. Ik zie alleen maar Pidgey op het moment nog. Ik heb een ei. Ja, we hebben het sowieso dat we bij de rotonde nog daar twee van die items hebben. Ja, dat bord daar, daar zat een ei voor mij en een drie pokeballs. Dat is de eerste pokestop waarbij we nu zijn gekomen dus. Ja. En we hebben daar gids nog twee, ergens bij de rotonde rechts en links. Nou jongens, dit is Pokémon Go. Wil je nou zelf ook Pokémon Go hebben dankzij Gamepit? Ik zal de link van Gamepit in de beschrijving neerzetten. Moet je wel openen met je Android phone. Of met je smartphone, daar staan namelijk links in en dan is het makkelijk als je hem gelijk zo gaat installeren. Dus ik zou zeggen, de cameraman, dat is onze Jason Sander, a.k.a. Stormchaser. Die hoort er natuurlijk ook gezellig bij. Wacht eventjes, ik wil heel eventjes weten of we nou een Eevee kunnen vinden. Volgens mij is het dat bord, ik kan hem al aanraken. Ik bijna. Ik kan hem al aanraken. Ja, aanraken. Ja, ja? Ja, het is dat bord, het is dat wegwerken. Oké, spin! You spin me right round. Drie pokeballs. Moet je wel al bij tappen. Drie pokeballen, ja. Nou, weer drie erbij. Leuk. En aan de andere kant van de rotonde is nog eentje. Nou, zullen we dan een beetje meer op de weg gaan letten als we oversteken in plaats van op de telefoon? Ja, ik zie helemaal geen Eevee nog, hoor. Ja, ik heb. Je kan me zorgen dat een soort van. Weet ik niet, opzoek of zo? Hij is. Dit is opnieuw. Drie pijltjes, dat betekent dat hij. Ver weg is. Dus iedereen ver weg, maar ik zie wel achter mij gras bewegen dus. Ja, dat zie ik ook. Ik kan ik kan er ook op drukken, maar dan ga ik heel eventjes even hier aan de spreker. Mensen moeten echt denken, die zijn net te gek. Nee hoor, we zijn we wanna catch them all. Wat is het nou? Nou, wat heb ik? Het is Old Roman Wall. Oké. Ik heb een ei. Ah, ik ga ook spinnen. Ik heb een ei. Nee, ik heb weer drie pokeballs. Dit is echt zo gaaf. Ja, toch of niet? Oké, we hebben hier nou drie signs gehad. Zit er nog hier iets in de buurt? Ik krijg echt alleen maar die twee Pokémon die ik hier zie. Waar pak je die ei eigenlijk? Nou, daar loop je volgens mij gewoon mee. Ja, maar je kan niet zien dat je wat in je item hebt. Of misschien wel ook. Nou, we zijn nog steeds bezig met Pokémon Go. Achteruit. Blooper. Ik heb net een Growlithe gevangen. En jullie zien dus hier ergens in beeld ergens dus de app lopen. En ondertussen wordt nou de camera gedraaid naar Erwin. Kijk, jullie het geluid laten horen. Dit is geluid. Nou, beste route muziek toch? Met wind. Dat is nou een leuk muziekje voor als een groene route. Ja, inderdaad. Volgens mij is er een voltorb ergens in de buurt. Want ik zit even te kijken en ik zie een bal. Dat betekent toch, de meren is awesome. Oh, daar zijn we nu, ja. En zoals ik al zei, ik ben gewoon ergens naartoe gereden. We hebben nog een stukje verder gereden en nu lopen we hier. Langs de moestuin. Zou daar een Pokémon in zitten? Ik heb een Pokédex bij. Dat hebben jullie in het beginvideootje nou, gezien. Misschien wel, ik zie wel een paar grasjes. Ik denk toch dat Eevee zijn is. Dus is Eevee nou weg uit je kaart? Nee, nog steeds drie. Ik denk wel echt dat ik die kant op moet, Eevee. Nou, ik zie alleen mijn Zubat en ik zie alles ver weg. Dus ik heb gewoon zoiets van laten we gewoon lopen. En... Want ik heb helemaal geen Eevee. De telefoon is gewoon afgesteld op de neuzen, denk ik. We komen wel dichter bij een Pidgey. Die komt nou twee stapjes. Ja, mijn Pidgey die vind ik niet interessant genoeg voor de video. Sowieso niet. Oh, Pokestop. Ja, dat kan ik jullie even laten zien. Ik kon door blijven filmen. Maar Pokestop, dat werkt als volgt. Je drukt er dus op. Dan krijg je dus de kaart te zien, in dit geval dat rode touwtje daar. Exact. En als ik daar dus mee ga spinnen. Drie pokeballen. Dan krijg je dus items en op dit moment heb ik dus drie pokeballen. Zo heb ik dus ook al een Pokémon ei gevonden, die zou ik jullie nu even laten zien. Als ik hierop druk, dan kan ik dus op Pokémon drukken. En dan zie je alle Pokémon die ik tot nu toe heb gevangen. En ja, ik heb een Pidgeotto al. Maar dan, oh, ik heb nog een tweede ei zelfs.
En we hebben nu ongeveer 0,5 kilometer gelopen. En voor mijn tweede ei moet ik 5 kilometer zelfs gaan lopen. Ik heb namelijk 10 kilometer gelopen, dus moet nou gaan. Dus, maar ja, wat er uit dat Pokémon, wat er uit dat ei gaat komen. Maar ik zie ook een plukje gras vooruit. Dus als we vooruit gaan lopen, dan komen we vrijwel weer een Pokémon tegen. Dus ik zou zeggen, laten we maar gaan lopen. Even wachten. Nee, net niet. Ik denk dat we nog inderdaad net naar die drie stenen moeten. Want volgens mij is dat het ook wat dat monument is. Ik geloof ook zeker van dat ik inderdaad daarheen moet om meer stap te krijgen. Oké, nou, gezicht van het scherm af richting die kant dan maar. Ja. Pokémon Go, levensgevaarlijk. Welkom in de toekomst, mensen. Alleen maar kijken naar je mobiele telefoon terwijl je rondloopt op straat. Stijf, wat dat je hier nou in één keer je telefoon moet trillen? Ik zo, hey, kom een Pokémon tegen! Kids, don't. Don't do that. Ja, Pokéstop. En het is gewoon... Nee, ik stop niet. Ik loop even door als je het niet erg vindt. Volg zijn advies niet op. En waren het die stenen? Het zijn de stenen. Het zijn die stenen. Kijk maar. Ja, trouwens, jullie zien het in beeld. Dan moet ik even aan bijna. En er staat op statues. Twee keer geleden. Nee, ik heb ze. 3 Pokéballs. Ik heb hem niet... Nee, ja? Ja, ik heb hem. Ik gooi hem mis. Benachtelijk. Ja. Ja? Bij mij zat hij op de fietspad. Bij mij is hij hier gevlakt bij de stoeprand. Come on. Het kan! Het kan! Hier. Hey Wim. Sorry. Waar is hij? Niet weggaan dan jij. Hier blijven. Wauw. Dat was een hele week gooi. Ja, dat gooi is af en toe wel moeilijk eigenlijk. Ja, je moet echt dat rondje ook echt in de gaten houden. Hop. Je moet zelf ook inderdaad gooien op de manier hoe je moet gooien. Ik heb een Rattata. Ik heb een Rattata nou, dat is mijn tweede denk ik. Tenminste, twee. Blijf zitten. Klik. Katja! Rattata was kaart. Jee! Het leukste is, hun zien het schermpje van mijn telefoon naast hun. Dus wij zijn verbonden met elkaar, ook al zit hier een aparte opname dinges op. Daar moet ik er nog heel veel voor vangen voordat ik die kan laten evolueren. Ga je er een stoepje van nodig, ja. Zou die nou ook shiny steken kunnen komen? Ik hoop het wel. Shiny hunt! Shiny hype! Maar het doel was om echt een Eevee te vangen. Dus wat ik ga doen, is echt weer gaan op Eevee jacht. We zijn op Eevee-jacht, jongens. Omdat iemand het zo leuk vond. Ja, we hebben nou net even leuke shotjes gehad, maar we zijn weer terug gewoon bij af. Hier is ergens een Eevee. Volgens mij is hij daar. Hij moet inderdaad hier in de buurt zijn. Helikopter! Maar wordt het dan in één keer dat hij dan dat eentje ook weggaat? Dan gaat het eentje. Ja, eentje is weg bij mij. Wil je dan stilstaan? Kan je doen? Eevee! Eevee! Kom op. Mijn is mooier. Oh, wacht, die gaat eerst even een fotootje voorkomen. Waar sta je? Ah, hij staat er op straat! Fotootje. Even deze bijhouden zo. Kun jij dat even doen? Oh, daar is hij. Nee, wacht. Ja, even gewoon zo voor de camera houden. Ja. Nee, je hebt hem nou recht op Eevee. Ja, zo ja.
En go. Ja, helemaal goed. Oké, dan ga ik hem vangen. Terug. AR uit. Kom op. 0,3 meter, hoe klein het is. Dat is 35 centimeter. Ik heb een hippie. Kom, we gaan vergelijken. Die van mij is 9,7 kilo. Welke spullen? Baby. Die van jou is 0,6 kilo. Even groot. Ja, hetzelfde ding is. Power up. Ja. Why not? Oh, dan zit er een ratata voor mijn neus. Pak hem. Ja, oké. Okay. Eruit dan. Alles meegenomen. Oké, ja, die zet ik ook weer aan. Wow, hoi. Die is wel heel richtig bij. Je hebt een ratata op je shirt. Jongens, echt. Ja, jullie zien hier ergens dat beeld, maar... Best benieuwd om buiten te leggen. Oh. Zo is het creepy. Ik deed dit dan. Nee, dat zie je niet. Dit is een inzoom. Foto. Dan maakt hij al eventjes een freeze frame. Leuk. Wat was dat? Schat, er is nog een Eevee nearby, maar... Ja, dus? Ver weg. Nee, niks ver weg. Dan lopen we gewoon naartoe. Ja, maar we moeten nog dit en we moeten nog dat. Zie ik hem ook? Ik zie hem niet. Dan komt hij schijnlijk wel. Volgens mij moet ik die kant. We proberen er nog eentje en daarna gaan we een mooie afsluiting maken. Car. It's a magic car. Ja, ik heb even gezegd dat hij een beetje zijn filmcamera op zichzelf mag gaan houden. Ik sta even zo. Hi. En ook wel achter jou, dan zijn we ook. Eevee, je blokkeert mijn gezicht. Dat doe je heel goed. En we ook nog even de gezellig achteraan lopen. Links af. Oh. Ja, daar staat de auto. Dat is rechts, de andere links. Oh, die kan wel. Okay. Ja. Ik weet namelijk niet meer precies waar ik die auto heb geparkeerd. Want we hebben dus een Eevee gevonden, auto ergens neergepleurd. En we hebben een beetje het doel wel gehaald. Maar dit is dus Pokémon Go. Wil je zelf nou ook gezellig Pokémon vangen? Let op je surroundings. Jij kan de catchphrase heel erg goed zeggen, zegt hij het. Catchphrase? Ja, van die waarschuwing die je 300 keer krijgt. Oh, die wil ik wel even rekenen. Van watch your surroundings, bla bla bla. It's dangerous to go alone. Watch your surroundings en... Ja, keep your environmental... Iets met een warning of zo. Ja, het was iets met een waarschuwing dat je dus wel in de gaten houdt waar dat je loopt, dat je dus niet constant zo gaat zitten. Maar ja, dat is dus Pokémon Go. Dus ik zou zeggen, ga er nog geen geld aan uitgeven. Aangezien dat hij nog een beta is. No, you don't. Wat? Niks. Wat? There's an Eevee on my head. Right en alleen now. Voor jou. Right. Nee, maar ik zou zeggen, ga nog geen geld uitgeven aan de muntjes, coins, totdat het echt een beetje zeker is van hoe en wat. Hoe dat het precies in het werk gaat. Maar items zijn er wel voldoende, dus nogmaals, links staat in de beschrijving. Pfing, vlieg. Beschrijf. Links staat in de beschrijving. Nee, we filmen gewoon, dan zit hij in mijn oor! Zal het toch altijd, wat ook hè? Ze moeten altijd hem hebben. Ik heb ook altijd pech! Ze moeten altijd hem! Nee, maar link staat in de beschrijving, vergeet niet. De app wil je dus downloaden via je smartphone, want ja... Het is een app voor de telefoon. Goed, nogmaals, dit is dus Pokémon Go. Een beetje een beeld van hoe dat het precies werkt. We hebben er een beetje geintjes in gegooid. Maar zo werkt het. Dus nogmaals, hartelijk bedankt Gamepit voor het delen van de link via jullie website. Enorm bedankt. En ja, heb ik daar nog iets aan toe te voegen? Heb jij er nog iets aan toe te voegen? Heeft Eevee er nog iets aan toe te voegen? Nou, gewoon nogmaals Gamepit bedankt. Met zo'n ervaring is het natuurlijk geweldig om te hebben. En vooral met de vriendengroep. Ja, heb jij nog iets te zeggen, meneer Sunglasses? Zijn mijn sunglasses. Deal with it.
Wauw, The Wink. The Wink of Silence. Within the wink of silence. And restless tears I look alone. Narrow streets of cobblestone. Bedankt voor het kijken, jongens. Doei! Zeg jij ook nog doei? Doei! Stele gast met je stele kop. Een splashende Magikarp. Erik, deze voor jou.